Elin, misschien weet je het nog niet, misschien heb je het nog niet in de gaten. Succes met lopen namens iedereen. Maar je bent onze verslaggever op de Vierdaagse. Dus ik stel gewoon iedere dag één of twee vragen. Voor wandeldag nummer 1, de dinsdag, los van het succes, kun je ons eens vertellen met een filmpje, laat maar zien waar je bent of waar je overstapt of instapt. Hoe is dat eigenlijk geregeld qua logistiek? Want er zijn heel veel mensen die slapen niet in Nijmegen, maar die komen met treinen en bussen. En hoe gaat dat? En waarom is dat heel goed geregeld? Of waarom is het op bepaalde plekken misschien wel niet goed geregeld? Leuk, Elin. Succes hier, rechten. Later. Goedemorgen, Stuart. Zoals je ziet ben ik nu in Nijmegen en lopen we en masse richting de uitgang. Stuart, goedemorgen. Aangekomen in Nijmegen. Even over het logistieke gedeelte met de trein van Doetinchem naar Nijmegen. Geen prima. Het is dat ik nu de weg weet, maar er staat nergens een bord richting de wedren. Nu lopen de mensen massaal richting die kant op, dus dat is verder geen probleem. Maar ben je nieuw en je weet het niet, dan wordt het lastig. Klein oponthoud bij de stad Vecht. Dus de weg raak je niet zomaar kwijt hier. Nu, dit was het even voor nu, anders is mijn batterij zo leeg. Tot straks.